Nou, we waren even aan het zoeken, natuurlijk met de Q60. En we moesten even graven in dit mooie gebied waar ik was. Het zat heel diep en met die pinpoint helemaal. En zoeken, nou zoals je ziet, nou toch wat gevonden. Nou, het is geen goud, maar het is een 10 eurocent dubbeltje. Hij zat wel heel diep trouwens. Ik moet even kijken zelf, Maria. Nee, jawel. Ja, dat is 10. 10 eurocent. Nou, die doen we zo even in ons bakkie. En ja, of niet zo dichtbij. Nou, wat wil ik nog meer zeggen? En ik wil natuurlijk ook nog even hebben, zoals meneer Klein over zijn schep had. Want wij hebben hele mooie scheppen, die is ook inderdaad mooi en lichter en goedkoper. Ja, wij hebben een iets sterker schep. Ik ga ervan uit dat dit wat sterker is. En ik kan je vertellen dat dit een hele mooie schep is. Ook met die punten eraan. Hé, Maria, zie je het allemaal? Mm-hmm. Hij is echt scherp, hè? Maar goed, daar kan je heel wat mee doen. Nou, wat moet ik nog meer vertellen? Nou ja, dan hebben we nog deze grasmes, hadden we echt nodig. Nou, het is heerlijk. Maar ja, zoals je ziet, zitten we in een heel mooi natuurgebied. En die kan u ook nog even zien. Maken we even dicht, dan kan Marianne even mooi filmen. Kijk, dan maken we even mooi dicht. Want ik zit hier natuurlijk wel in een prachtig gebied. En ja, dan moet je ook niet te veel sporen achterlaten. Kijk, doe ik even zo. Nou, bocht erover en closed case, toch? Nou, ik ben niet helemaal een tuinman, maar ik ben toch wel wat. Goed, nou even een maatje 38 eroverheen. Ik heb niet zo... hopsakee. Nou mensen, ik zou zeggen, wat hebben we toch een prachtige hobby. En het is best, ja, het is echt een leuke hobby voor met mooi weer natuurlijk. Of als het kouder is, trek je een jas aan. We hebben onze spullen, toch? Nou, als je hier kijkt, dit gebied. Ga maar even daar, moet je kijken hoe mooi het hier is. Nou, veel plekken om te zoeken. Het is groot. Ja, je moet hier wel 's avonds wezen of 's dags. Hebben we met andere dingen te maken. Ik sta hier. En we hebben, overdag heb je hier recreanten. Ja, dan moet je niet storen. En je moet ook geen slapende honden wakker maken. Dat doe ik niet. Dus we doen het hier allemaal heel stil, heel rustig. Nou, ik zou zeggen, mijn mes gaat weer. Hoppala, in de bak. Ik heb zoveel kleren na mijn broekzak van mijn kont af, jongens. En ik heb dan de telson. Nou, ik zou zeggen, dit was ons... We gaan nog even bij de volgende picknicktafel kijken. En mochten we nou echt hier het woordje goud of zilver naar boven komen, dan komen we zeker bij u terug bij de volgende video. Ik zou zeggen, de groeten uit dit mooie regio Utrecht. Hoi!